Ja, Volvo breidt het programma plug-in hybrides steeds verder uit. En er is nu ook zelfs een XC40 plug-in hybride verschenen. En dat is deze auto, de XC40 T5 Twin Engine plug-in hybride. Productiestart in week 46 van dit jaar. En hij gaat 46.995 euro kosten. En wat je dan krijgt, onder deze motorkap ligt een 1,5 liter driecilinder benzinemotor met 180 pk. En die benzinemotor is gekoppeld aan een 82 pk elektromotor. Nou, een opladen van die auto, want het is immers een plug-in hybride, dat kan hier. En hiermee laad je het 11 kWh accupakket op. En Volvo geeft een actieradius op van ongeveer 54 km volgens die WLTP testnorm. En er is nog veel meer elektrificatie nieuws van die XC40 te vertellen. Want later dit jaar komt Volvo zelfs met een volledig elektrische variant van die XC40. Nou, wil je nou meer weten over deze nieuwe Volvo XC40 T5 Twin Engine, hele mond vol? Nou, lees dan gewoon het complete verhaal op autorij.nl.